gaat beginnen, hè? Ik zeg, het gaat beginnen, hè? Bouw niet zeker? Ja, ja. En de boel een beetje schoon houden. Ook dat, ik zal mijn auto's zijn best doen. Ja. Als ik erbij kan. Ja, dat zal toch wel lukken? Het is niet de grootste kaart die erdoor moet, toch? Nee, maar wel de mooiste. Ja, ongetwijfeld de mooiste. Prachtig, hoe ben je op dat idee gekomen? Geweldig, ik ben een klantje begonnen. Er komen de kinderen voorbij en hoe heet die? Ze zijn vandaag dinsdag. Nou, dan kreeg ik woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Dat gaat zo door, hè? Ja, ja, ja. Nou, en dat, dit is ervan geworden, hè? Prachtig. Daar krijg je zeker veel opmerkingen over, ja, of niet? Veel reacties, ja. Veel foto's. Er zat een fotoboek van Amersfoort. Ja, ik zag het. Leuk. Op de koffer. En hoe heet je? Henk Jansen. Henk Jansen. En Henk Jansen doet dit werk al lang? 3 jaar ongeveer. 3 jaar. Bevalt het goed, Henk? Ja, ik bevalt me best hier in de binnenstad. Dankbaar werk om de boel schoon te houden? Ja, het is in principe ondankbaar werk, hè? Ja. Ja. Maar ja, het moet toch gebeuren. Ja. Kijk, als de vuilnisman een maand niet komt, dan krijg ik een zootje. Ja, precies. Precies. Dus je, maar jij doet het zo te zien ook met plezier? Heel veel plezier. Veel aandacht natuurlijk. Nou, Henk, namens al die Amersfoorters die dat vergeten te zeggen, hartelijk bedankt. Oké. Okay. Hey, het beste, Henk. Yep. Hoi. Hoi. En dan is de koffie. Even koffie. Jullie zijn de podiumbouwers? Ja. Hoe groot gaat het worden en hoe hoog? 15 met 10. Wanneer moet het podium er staan? Overdag. Vandaag is het... Ja, we hebben vandaag de hele dag de tijd, maar als je ziet, er gebeurt meer op het plein. Dus als we erbij zijn, dan zijn we gewoon binnen een dag aan het bouwen. Ja. Dus, dagelijkse klus, podium bouwen, afbreken. Tenten bouwen. Tenten bouwen. Ja. Er staat wel bij ons witte duifje. Maar hij toch eens naar, want dan we vroeger daar op sasje stonden. En dan zagen we een duifje aankomen. Zo rond om die lange Jan. En kwam hij zo recht op die duif hakken. En dan zeiden we, dat is de eerste. Ik denk dat die lange Jan wel gezien heeft, hoor. Als die oortjes had gehad. En oogjes had gehad. Nou. Maar dan moet hij het ook nog kunnen vertellen. Want wat hij gezien heeft, wat hij gehoord heeft, als hij dat kon vertellen, nou, dan had je een stuk geschiedenis ongekend. De meeste mensen, en vooral deze generatie, die weten niet wat zich hier in deze stad af heeft gespeeld. En hoe mooie stad dat eigenlijk is. Ja. Er wordt natuurlijk gebouwd, dat is ook allemaal nodig. He, dat, de vooruitgang hou je niet tegen. Weet je wat maar ik ben blij dat ik het meegemaakt heb, dat ik in die tijd geboren ben. He, dat je ook nog wat paarden had lopen hier en zo. Dat was een pracht van een tijd. En nou, een hele andere mentaliteit hadden de mensen. Ze waren veel meer op elkaar aangewezen. Er was ook wel wat armoede en ellende. Maar ja, die saamhorigheid die hier was, dat was fantastisch. Ja. Als er een feestje was, met, zoals de koningin was jarig. Dat was voor iedereen. Dat was voor iedereen. Er werden erebogen gebouwd. En OV, als er een was die wat op die koningin had, die werd gelijk geslacht. Want ze waren allemaal stapelgek met koninklijk huis en zo. En laten we blij wezen dat het op vandaag de dag nog steeds is. Het kost veel geld uit de mensen, hoor. Dat geeft ons ook een beetje veiligheid. Ja.